Een hele goede morgen, schatje. Mijn prinsesje. Een hele goede morgen, ja. Het is de dag na het as uitstrooien van mijn schoonmoeder. Ik heb jullie gisteren als eregasten meegenomen. Dus ja, dit wordt dan de vlog 111. En jullie waren als eregasten erbij. Dus ik zou zeggen, kijk. En ja, wat moet ik verder zeggen? Wees in ieder geval welkom als mijn eregasten. Dank jullie dat jullie erbij waren. Ik spreek jullie dan. Ja. En ziet dat er lekker uit of niet? Ik vind het wel. En mijn zwagertje daar, die vindt het ook lekker eruit zien. Want ik zei die al in de keuken. Ja, het ziet er lekker uit, zei die. Nou. En het smaakt ook nog eens lekker. Hoe zeg je dat? Het smaakt ook nog eens lekker. Dankjewel. En een stuk vlees erbij. Ja, ik heb het altijd apart. Ik moet er vooral zo'n groot stuk. Zwagertje lief heeft het erbij. Nou, natuurlijk mijn koffie en een wijntje. En hij een glas water vanwege zijn medicatie. Ja, moet ook. Kijk, en een mooi servetje. Leuk, hè? Ja. En daar zit er eentje verkouden te zijn nog steeds. Ja, ziele pootje. Maar, oké, lieve vrienden. Tot later. Een goedemorgen, mijn meisje, mijn prinsesje. Ja, goedemorgen. Ja. Nogmaals goedemorgen, hè. Ja. Ja, lieve vriend, ik zie er nog niet uit. Ik zit nog in mijn pyjama. Maar een hele goede morgen. Ja, het is, hoe laat leven? Jeetje, Mina. 8:47, het is vandaag 20 februari. We zitten nog in onze pyjama, mijn zwagertje en ik. ja, het is vandaag een belangrijke dag voor ons. We gaan vandaag het as van mijn schoonmoeder, zijn moeder, uitstrooien. Jij kriebelt mij. Ja, miauw. Ik kreeg gewoon een appje binnen van een lieve vriendin van veel sterkte. Maar daar is er nog één. Ja, mijn zogenaamde zusje, die altijd maandags en vrijdags komt en vrijdag blijft eten. Die moet vandaag naar het ziekenhuis in Amsterdam en die moet, hoe heet dat ding waar ze onder? MRI. Die moet onder de MRI door en ze komt aan de infuus, weet ik veel. Dus die heb ik ook al veel sterkte toegewenst. Dat, ja, allemaal niet leuk vandaag. En dan is ook nog mijn eigen zoon, Harald van der niet Harald van der Werf, dat was zijn kindsnaam, laat me zeggen. Hij is getrouwd. Hij heet nu Harald van der Beek, geloof ik. Jeetje, oh wat erg. Nou ja, in ieder geval, sorry als je moeder het weer fout zegt. Ja, ook, ik word ouder hoor, sorry. En ik ben er ook niet helemaal bij. Maar in ieder geval, die is vandaag jarig. Dus degene die op hem gaan abonneren op YouTube, die kunnen dan feliciteren. Ja, enkel dit filmpje. Zien jullie vandaag nog niet, helaas. Maar dan nog, ik kan ook altijd wat later feliciteren, hè. Ben jij wat kwijt, zwaartje? Volgens mij laat ik een pil. Hij laat een zoetje vallen. Maar denk u. Zie je niet. Dus het zal wel niet. Nee. Wij zien niet slecht. Ja, nou, kijk. Daar rolt hij. Zo dan. Hé, daar zit onze rode. Onze rode rakker. Hé, daar. Ook een goedemorgen, kerel. Onze grote fan die ligt nog boven op bed. Ja.
ons hondje. Die ligt nog boven op het bed. Ja. En met die kleine zwart-wit is, weet ik ook niet. Oh, dan ligt ze ook nog boven op het bed. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zeg, geniet van jullie dag. Uiteraard vloggen we vandaag wel. Ja, even goed. Het gaat allemaal gewoon door. Ik vlog gewoon op los. Ja, hoe lamlendig ik ook ben, vlog op los. Toch? Nou, doei doei. Doei doei. Zo, die doet het. Ik ga er toch onderdoor hoor. Het is niet de 13e, het is de 20e. Ik sta in de staart.
Oh, het is koud. Zo. Mooie bloemetjes. Helemaal mooie bloemetjes. Ja, en waar heet de camera nou aan vast? Aan mijn spiegel. Ja. Oh, wat je er al? Oh ja, oh. Ja, ik moet wachten, schat. Ja, je, hoe heet het? Aangeven hier thuis. Ja, oké, schat, is goed. Is goed. Ja, moet je wachten. Totdat er een trein in, dan komt er daar moet ze uitstappen dan. Als die trein dan denk. Ja, daar komt ze, daar komt de trein, daar komt de trein. Nou, ik zal hem er maar even af. Daar hangen, dus ik hang hem er gewoon weer neer. Wat kraakt dat dan? Oh, ja, oké. Nou, het moet een klein vrouwtje zijn. Ik heb hem maar één of twee of drie keer gezien, meer niet. Ik moet iemand ophalen die ja, ik eigenlijk amper kan, maar doet er niet toe. Oké. Ja. Ze is klein, ze spreekt, ze heeft een Frans accent. We moeten vandaag mijn schoonmoeder haar as uitstrooien. Dus, ja. Ik zie er al. Hoi schat. Goed om elkaar te zien. Hè? Ja. Kan ik het eerst zetten? Zo, nou is hij weer aan het lopen. Aha. Nee, bij die bloem is moet ze zijn. Oké. Okay.
je wordt hier door elkaar gehutseld. Even aan mijn ratjes draaien. En dan gaan we hier naar binnen. Ja. Oh. Hallo. Ik had vorige week bloemen besteld. Hallo. Ik had vorige week bloemen besteld bij een collega. Witte rozen, maar speciale. Dat moet ik ze eerst zien. Ik weet niet hoe ze heet. Het zijn rozen, het zijn een witte. Ja. Ze is zeker dat ze ze vandaag weer zou hebben, dus luister, Burg de Jong. Juist, zo. Moet het water in. As uit het strooi van mijn schoonmoeder. Ja, maar waarom staat er een krulletje bij dan? Wel. Ik denk het. Ja, ik zou wel witte bloemen hebben voor in het water. Oké, dit water. Ja, dus. Mag jij ook doen? Kun je hier kopen, witte bloemen? Dus, nou, ja, maar misschien, hij is nu op de veiling, dat hij ze vanmiddag meeneemt. Dat kan ook. Ja, maar hoe laat is dat dan hier? Dan moet je ze maar, moet je hem even bellen, hè? Dan moeten we maar bezorgen. Want kijk, vanmiddag hebben we die uitstrooiing, als iedereen er is, gaan we die kant op. We gaan eerst een hapje eten, hè? Ja. Want ook dat heb ik allemaal klaar, broodjes en soep. En dan moet ik toch wat anders uitzoeken. Moet toch wat hebben, hè? Er staat in de agenda, die bossen ranonkels wit. Nam jij die mee van de veiling? Vier bossen ranonkels wit. Ja, die zijn ook mooi. Vorige week. Die vijf en één. Voor mezelf? Ook voor mij. Oké. Moet even goed gaan af. Nee, het moet toch de zee in. Oh, ja, die gaat net even voor. Ja. Oké. Ja. Moet ik de plastic er alvast afhalen? Ja. Dat mag niet in de zee. Plastic mag niet. Nee, papier gaat er ook af. Dat gooien we gewoon weg in de vuilnisbak. Maar ja, nou die bloemen voor mij, dat was. Die zal er ook maar
kwam halen. Mag ik ze nou naartoe? Oh, komt u maar bij, schat. Goeie hulp daarachter. Kijk, ik heb wel dit remontje. Ja. Er zijn twee witte bossen en hier zit wat gemengd in. Die kan ik het voor u uithalen. Mag er wel bij. Ja, kleurtje zo, mag, hè? Ja. Ja? Ze hield nee van wit, maar er moet af en toe een kleurtje ertussen. Ja, top. Ja, mag het plastic eraf, want ze moeten de zee in. Wat krijg je van me dan alleen een grijs haar? Grijs haar wou ik nog niet. Maar ze zijn twee bossen voor 15 euro. Dus dat is 10 euro. Oh, wat is het koud. De schiffels er ook af? Ja. Los gaat staan. Doe er wel even een papier. Ja, graag. Ja, ja. Kijk, en dan kan die zo, die is er meer ruimte. Dank je. Ja, nou ja, ik heb het gisteren al verdeeld in mini-eurentjes, et cetera. Want gisteren is ze dus bij mij gekomen met mijn zwager. Die heeft er gebracht en ze blijft bij mij. Maar er waren een aantal die wouden ook wat as hebben. Dus ik heb mini-eurentjes gehaald bij de Action gewoon en verdeeld. Ja, ik zal mijn zonnebril weer opzetten. Heel veel sterren. Dankjewel, lieverd. Doeg. Blub, ja, blub. Vergeet ik. Ja, even een puntje naar beneden, zo. Anders zien de mensen niks. Oh, ja. Dan gaan we zo achter die tassen langs de kroonpassage zien. Dat is een overdekt winkelpunt, dan is het even warm. Oké. En vertellen, dus wat is het programma dan? Nou, we komen zo meteen thuis. Ja. En dan is er weer koffie met een plakje cake. Ja. En als iedereen er is, broodje met een choppie. Oké. Om warm te worden, want jij hebt ook een lange reis achter de boeg. En Corrie die komt ook. En daarna gaan we. Die komt dus, die is 74 jaar, die komt uit Lissabon met eigen auto. En dan mijn vriendin, die kon dan, mijn schoonmoeder kan telefoon en alles, weet je wel. En die komt ook een beetje om mij wat te steunen en foto's te maken voor ons als aandenken. Ja? En er wordt gevlogd. Gevlogd? Ja. Dus dat betekent dat jij gaat komt op YouTube te staan. Oké. Dus je kan mij volgen op YouTube.
Aha. Onder mijn normale naam gewoon. Aha. Kun je alles volgen. Ook dat ik gisteren al het as heb verdeeld in die potjes. Kun je ook zien. Gewoon onder mijn eigen naam, Corina Luisterburg de Jong. Oké. Okay. Dan zoek je op YouTube. Uh-huh. Ja, en dan abonneer je je, dat is gratis. En dan ook het belletje aanklikken, zodat je iedere keer van mij een seintje krijgt dat ik weer wat geplaatst heb. Oké. Okay. Ja, en op mijn telefoon ben ik nou een Pokémon aan het spelen, maar ik moet dus ballen halen om die Pokémons te kunnen vangen. Dat doe je ook. Ja. Ja. Dat deed Jack. Ik ben lekker bezig. Ja, die kant op. Dwars door het centrum gaan we. Oké, okay, leuk. Wat ben jij dan hier? Ja, maar ik woon hier in het centrum. Okay. Aan het eind. Ja, ja. En dus. Denk je dat ik zou de trein van 3 uur willen nemen? Broer, daar ben ik bang voor niet. Nee, het is nog te vroeg. Ja, het is te vroeg. Adrie die neemt de trein voor 6 uur. Ah nee, dat, ik moet echt zeker vroeger zijn, omdat ik moet naar Credo zijn. Dus dat is of 3 uur of alle 4, maar niet later. Oké, okay. Nou ja, we zullen ons best doen. Ja. Maar ik hoop dat je wel nog een keer komt buiten dit gebeuren om, hè? Dat en dat wat langer. Ja, oké. Okay. Ja. In de zomer. Ja. Ja. Van de zomer een keer. Warmer is. Ja, in juli bij je van. Ja. Ja, ja. Oh, het is koud. Ja, het is nog. Ja. Nog februari, ja. Ja, een rotmaand, want zondag is het een jaar terug dat Jack is overleden. Ja. Nou, ja. Dan heb je 3 maart, is het een jaar geleden dat we hem gecremeerd hebben. En dan 7 juni is het een jaar geleden, want dan was het jarig, ja. Dat we hem uitgestrooid hebben. Ja. Oh, allemaal rotdatums. En de 25 september hadden we dit jaar 10 jaar getrouwd zullen zijn. Dat is ook geen leuke datum meer, omdat hij op de 25e is heen gegaan. Ja. Is de 25e voor mij geen leuke datum meer? Nee. Nee. Maar je mag blijven van al die jaren samen. Ja. Ja, dat is ook belangrijk. Ik heb hem maar 10 jaar mogen kennen, hè? Ja, precies. Waar we 9 jaar van hadden getrouwd kunnen zijn. Was je dikke doosje. Maar goed dat Adrie ook komt. Ja, maar die is er al. Ja, die is mooi. Gisteren dus gekomen ja, met de euren van ja. Moeka. Ja. Enkel de euren, nou die is nog afschuwelijker dan de euren van Jack was. Ik ga even mijn handschoenen aandoen. In een kuil. En dit is echt zo bizar. Daar nog aan draaien. En die heb ik altijd hier in mijn handschoenen. Ik heb ze altijd bij me. Ja, dat is. Zo, gaan we weer verder. Handschoentjes aan. Brr. Ja, gewoon rechtdoor nog hoor.
actie in een supermarkt aan de rechterkant, die heet de Deka. Ja. En tegenover de Deka gaan we linksaf. Oké. Kijk, ik ben niet aan het aantikken. Baal ik ervan. Nou, hij doet het niet, dan maar niet. Dat veel die nu afgesloten zijn, zie ik. Ja, Floratex heeft eerst aan de rechterkant gezeten, ja. Toen daar al en nu zitten ze hierin. Maar ze gaan pas laat open, et cetera. Of er is wat in de familie aan de hand, dat ze niet open gaan, dat kan ook nog wel eens gebeuren. Koud hoor. Ja. Echt. Maar jij bent hier bij de zee, hè? Ja. Is je voelt het. Even op het trottoir lopen. Je voelt dat de wind anders is, ja. Dan in de stad, hè? Dat, ja. Op hier kan ik niet zo goed. Ik zou op de kaart kijken, maar het heeft nog precies liep. Oh, maar dat hebben ze zomaar gedaan, want dat, daar heb je dus internet voor, hè? Ja, ja, ja. Waar kom jij nu vandaan? Uit Amersfoort. Amersfoort? Ja, daar woon ik, ja. Oké. En ik heb niet in de gaten dat we hier zo dicht bij de zee zijn. Ja, we zijn hier heel dicht bij de zee. Heel dichtbij. Vraag het straks maar aan Adrie en je kan het straks ook nog zien als we erheen gaan. Oké. Voor goede snelwandelaars die goed snel kunnen lopen, die zijn er zo'n beetje met 5 à 10 minuten bij de dijk. Ik rij 90 km per uur, ben er ook met 5 minuten. 90 km. Ja. Hier gaan we. Oh, mag ik hier? En is dat mijn benzin of elektriciteit? Wat zei je? Is dat met benzin of elektriciteit? Nee, twee accu's staan erin. Oké. Okay. Ik heb hem altijd aan de lader staan. Zo, dan kan die weer uit, maar dan moet ik weer... Zo! Ben je blij, man? Ben je blij? Hé, hey, kereltje, ben je blij? Ja, nou. Jij ook blij dat je de reis erop hebt zitten? Ja, hè. Oh. Hallo, zwager. Wat is het koud? Ja, nee, toch? Oh, het is zo koud. Zo. Ik had handschoenen aan. Vraag aan Christine. Ja? Hi. Zo. Nou, lieve vrienden, de eerste bezoek is er. Ik sluit even af en straks gaan we gewoon weer prettig verder. Toedeledokies. En iedereen is aanwezig. Alle twee lachen. Ze zijn er. Ik ken de doek dus, ook bij mijn kat. Ja, eventjes zelf nog een bakje koffie doen. Maar ik zat toen met Marra op één fles. En dat doen we met onze fatsoen. Dat rijmt. En inderdaad, over rijmen en dichten gesproken. Ik ga een gedicht zometeen voordragen. Jullie weten hem al. Maar hier weten ze je nog staat niet. Er mooi. Dus we doen het. Toedeledokie. Je staat er mooi op. Ik ben de camera aan het aandoen. Kijk, Chrisje maakt foto's en ik film. Ja, maar mijn dus komt ook nog eens keer op YouTube te staan. Oh, help. Oh, help, ja. Weken, nou, gewoon rechtdoor en linksaf. Rechtsaf? Nee, linksaf en rechtsaf. Dan zijn linksaf. Oké, kijk. Dankjewel. Dat lijkt op Ineke Boosma. Waar jouw vader in het huis heeft gezeten. Hé, hey, rode kat. Jeetje, die is echt groetrood. En groter dan mijn poezebeestje. Nee, lijkt wel een mooie kat. Dat lijkt wel een mooie kat. Adrie? Ja. Zeg eens. Nee, nee, nee. Ik zie het niet. Oké.
jij? Links. Oh, dat is toch links? Ja, daar is de dijk, schat. Oh, oh ja, ja, je hebt gelijk. Ja! Maar Christine is in een helder, maar ze weet niet waar de helder ligt. Oh. Ze weet ook niet waar de zee is. Daar achter de dijk, schat. Ja, je hebt gelijk. Achter die heuvel. Achter die heuvel. Okay. Ja. Die heuvel, dat is de dijk. Maar vandaag gaat mijn oriëntatie. Ik vraag me af hoe ik terug ga. Nee, ik heb vandaag overdag dan dit. Ja. En vanavond heb ik dan een verjaardag gedacht. Oh jee. Van een goede kameraad van mij. En dan blijf ik dan weer vannacht slapen. Nee, ik had mijn camera eerst hier zitten. Ja. Hier ook. Ja. Die. Maar was die te laag? Ja. Ik denk, ik zit hem, moet hoger. Ja, maar, ja. Hè, die is nog stuk. Ja. Maar we hebben er eentje gezien. Er zitten twee in een koffer. In het koffertje, met ook al die toestanden erbij. Dus twee cameraatjes plus een reserve batterij. Ja, dat hebben we. Nee, want ik ben dus van de week ook al die kant op geweest met dat mooie weer, maar het was wel koud. Maar toen kon ik niet zien dat die aan het draaien was, vanwege de zon. Dus ja, toen helaas, hè, ba. Oh, dat is mooi, die paarse. Kijk dan, kijk daar dan. Kijk, is het mooi? Ja, dus, hij weet het, maar... Mooi, hè? Wat is dat? Of het doordringt, ja. Dat weten we niet. Oh? Bij dat soort mensen is het één keer weet het wel. Ja. En de andere keer ja, niet. Volgens mij, je weet het weer, maar soms gaat hij. Ja. Wel verdrietig voor die man. Hij weet het wel. Hij weet wel dat ze dat zijn vrouw niet meer terugkomt. Ja. Dat die niet meer terugkomt. Maar ja. Maar nee, wel gek met je moeder. Ja. Bij hem ga ik er ook aan voor geen kind om die mensen op te zijn. Om haar dus te vergeten. Oh ja. Lieve schat, weet jij, jij kan Karin ook bereiken, hè? Kijk je net aan, dan zit je een half uur aan te staan. Ja? Zou jij ook wat door willen sturen naar haar? Wil jullie zeggen, Martin? Want Christine die zou ook eventjes, geloof ik, filmen. Ik heb zelf ook mijn selfie stick mee. Daar kan mijn telefoon in. Dus. Want Karin die had er graag bij willen zijn, maar kon niet. Dus ze heeft heel lief vanochtend gevraagd of we wat naar haar toe wouden sturen. Hij is zwaar dement. Hij zit ook in een rolstoel. Hij loopt niet meer. Nou, ze wilde eigenlijk dat hij overgeplaatst wordt. Omdat hij toen, in de tijd, ook al zat maar in een rolstoel, en deed ook wel, en toch een deel verzorgen. Oh, op de brug moeten we stilstaan. En die hield een soort overzicht. Ze horen me niet eens. Hallootjes, op de brug stilstaan. Op de brug. Want Chrisje wil een foto van ons maken. Brug, stilstaan. Daar bovenop. Dan is je partner dood en dan moet je verhuizen, omdat je alleen bent. Ja. Ja. En dikwijls, je weet het zelf, ik zeg altijd, als je oudere mensen op oudere leeftijd gaat verplaatsen, meestal dood, dan of zie je vaak. Die was net verhuisd. Ja. En zie je vaak. Maar ja. Corrie. Toch zijn 92 jaar altijd in zijn eigen plekje gewoond. Corrie. Zo in zijn eigen plekje overleden. Oh, die kwekt me, hoor. Ze hebben altijd van, jullie gaan mij niet opruimen. Het laatste half jaar denk ik dat je ook in bed ligt. Heeft hij continu in bed voor het raam gestaan. Hij zegt ook, maar Corrie, ik wil thuis. Jij weet ook dus hoe dolgraag je naar Jack toe wou, hè? Ja. Er zat een Jack voor, Jack na. Ja, 92 jaar, hè?
Ja, dat is ouder. Ja. Ja. Tegenwoordig krijgt ze thuis mijn niet meer. Mijn moeder is 85. Oh, ja. Oké. Okay. Ja. Maar ze vond nog alleen thuis. Ja. Ja. La 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 la. Toren die hadden al lang gezegd van nou, ja. Weet je dat uw vader opruimt. De tijd is gekomen om het as uit te gaan strooien van mijn dierbare schoonmoeder, zusje, alles in één, zoals ze het zelf noemde. En ik hoop dat het een beetje lukken gaat allemaal. Dat ja. De mensjes die lopen met z'n drietjes naast me, half achter me. En eentje loopt voor me, die jullie wel zien. Dus komt allemaal goed. En dan gaan we hier linksaf. Oké, is goud. Ik ga toch mijn handschoenen aandoen. Gaan wij met jou mee? Met mij mee, want je gaat foto's weer maken. Zij is onze fotografe. Maar ik moet even mijn handschoenen aandoen, want het is koud. Kijk eens. Ja, maar... Zeker straks al tegen jou. Handschoentjes aan. Ja, maar kijk wat ik aan het doen ben. Ik ben daar ook mee bezig. En ik me... Ik moet alleen... Lieverd, omhoog. Ik moet harder. Ja, dus kom ik er niet. Nee, ga dan. Ik wacht daar wel. Ja, voorzichtig kijken. Ja, ja. En dan voel je de scootmobiel trekken. Maar we komen er. Ja, ja. En dan zien we zo meteen de zee weer. En het is dampig, heijig, hoe noem je dat? Mistig. Gaat wel van alles en nog wat. Scheepvaart. Bootjes, boel. Veerboot is net weg. En oh, het is het koud. Oh, het is echt roetje koud. Nou ja, hebben we er voor over. En dan te bedenken als we thuiskomen, lekker bakje koffie. En natuurlijk niet een lekkere warme kom soep. Ja, ook dat hebben we nog staan, want dat is nog niet warm gemaakt. Dus, zo, beide handschoentjes aan. Oh, het is het koud. En de andere, ja, die hebben heel lang te lopen. Die lopen wat langzamer dan een gemiddeld persoon. Ja, oké, okay, ik ga harder. Maar dat, ook wanneer ik mijn tempo aan hun pas, dan lopen ze nog geen 5 kilometer per uur. Dus dat is langzaam. Maar je ruikt de zee. Jammer dat het geen geurcamera is. Ja, dat zou leuk geweest zijn. Geurcamera. Maar dat is het niet. Zo, we draaien. Nou, dan komen ze aan. Mooi. En dan gaan we weer naar beneden. Nou, dan zie je de zee. Ja, mooi. En als je heel goed kijkt, zie je daar een eiland liggen. Dat is Texel. Maar het is niet helder weer. Met helder weer van de zomer kan je het zien. Ja. Zo naartoe lopen. Ja. Bijna. Komt de veerboot aan. Ja. Daar baal ik van. Waarom? Nou, dan kan je beter op dat moment even niet uitstrooien als die er ligt. Dames,
Dames, jullie lopen maar 4 kilometer per uur. Ja, dat is genoeg. Nee! Oh, maar je moet te sneller. Wij ja. Geniet van de zee. Ik kan helaas niet harder, lieve vrienden, want de rechter loopt achter mij en dat, 3-4 kilometer per uur, maar dan gaan ze niet. Jongen, wat doen. Echt ongelofelijk. Echt ongelooflijk. Maar ja, wat doe je eraan? Het is ook nog eerbiedig ook, hè? Om langzaam te rijden en te lopen. En ik dacht, ja, het duurt alleen nog veel langer dan met die kou. Ja. En ik weet niet of we hem zien in de camera. De Texelse boot. Ik hoor een heli, maar zien doen we hem niet met al die bewolking. Ze lopen maar 4 kilometer per uur. Ha, daar gaan ze niet. 4 kilometer per uur gaan ze maar. Ja, ik loop hard. Ja, ja, heel jammer. Maar ja, het heeft het alweer wat. Het was net mooi, kijk maar. Kijk ook. Ja. Dus ik heb dat ook op een gegeven moment tegen de maan gezegd. Kijk, de andere kant is van het verhaal. Ja, nee. Oh? En jij slaat. Ja, dat is ook je fout. Dat is goed. Ja? Ja? Staat beneden, staat ook in je boel. Ja. Nou, toen was de eerste instantie was ze boos op mij. Nee, er is wat moois gebeurd wat ik niet in de gaten heb gehad. Zij zag het weer hoor. Ja. Muister en heuvel. Goed, jullie kwamen nog aangelopen het viaduct op, hè? Ja. En zij staat daar boven. En daar gaat een hele zwerm vogels. Ja, echt een hele zwerm. Die gaan zo met een bocht zo en zo langs jullie heen. Okay. En jullie gaan naar beneden toe. Ja. En zij. En wij zien niks. En jij ziet niks. Zij staat beneden. Ja. Ja, en ik heb daar natuurlijk zicht op. Gaat hetzelfde laken dat dat gebeuren. Ja. Weer een hele zwerfvogels. En weer hier een hele boog zo. Zo. We worden begeleid. Ja, ik ga ook iets raars vertellen, maar dan denk je van. Ja, dat is iets gek. Ja, maar dat was je toch al. Nee, luister. Dat heb ik zelf nog niet tegen jou verteld. Jij zit in de trein. Het eerste stuk,
Kijk, een zeehondje. Jongens, daar. Ja, een zeehondje. Daar, die zwarte. Is dat Bertus niet? Ja, hier. Ja. Ik weet niet of ze dat zien. Of ja, ja. Ja, ja, maar op de camera. Op de camera. Hij duikt onder. Hij is weg. Ja. Weg is die. Ja. Maar het eerste stuk, een half uur denk ik, zat ik in de trein. Ja. En toen begon die urn, ja, ik weet niet waarom, maar die urn begon te schudden. Zo. Ja, ik kreeg het echt zo spaan benauwd van. Ja, ik denk, wat is dit nou? Ja. Nee, hey. Te schudden. Ik denk, van, dat kan toch niet? Nou, en toen aan de hand was kan. Alles kan. Het is toch wel een hele gevaar, hoor. Ja. Nou, dit was nou, als dit Bertus was. Nee, Bertus nee? Maar Stier, zeg maar. En ik, Wiener, was zijn al twee. Bertus stond straks bij die rooie. Een rookje omhoog gaan. Het rooie bootje, weet je wel. Ja, ja, ja. Ja, ik geloof daar niet in. Daar stond Bertus. Dat heb je gezien. Mooi, hè? Ja. Was de eerste keer dat jij hier een zeehondje ziet? Voor een aantal jaren terug. Met de Aanvierdaagse, dat ik samen met Samantha, de dochter van Wilma, ging. Ja. Toen dachten we eerst dat er een vuilnisvak in het water lag, maar dat bleek dus ook een zeehondje te wezen. Zijn er nog mensen op de pier? Daar boven het water. Zeehondje. Weg. Duik. Ria heette ze. Zien jullie hem? Ja, ja. De Ria Betke was dat, die paardrijdt. Ja? Ja. Was oud van het gezin. Ja. Ja, doet hij het weer. Mooi. Zo, nou rij ik eens even achter ze. En hier is het anders. Ja, ja. Ik zie alle vier zo'n beetje in beeld. Nou, dan ga ik er weer voorbij. Wat hoor ik nou? Ja, zeker. Ah? Oh, daar bij het hotel. Denk al, wat hoor ik nou? Ik dacht eerst, dat is bij mij, mijn booster of even op mijn mobiel, op mijn camera, eigenlijk maar eerst. Lijkt wel of die ergens op ligt te wachten. Of
doe de Texelse boot dat ook aas uit te strooien? Lijkt me niet. Ja. Maar er is gewoon wat aan de hand. Ja, dat maakt. Ja, die reed ook aan de paard. Oh, wat is het koud. Maar ja, het regent niet, het stormt. Het regent niet, het stormt. Het regent niet. Hey Corrie, je gaat niet eerst een vreemd doen, hè, met Jan. Oh nee, Jan was er toen bij. Dat Chrisje toen op de punt ging staan met de handen omhoog, weet je het nog? Dachten jullie dat ze verder zou lopen? Ja. Ja, maar dat was niet waar. Communicatie, hè? Ze stond te bidden. Ja, die stond. Met dat as uit te strooien van Jack. Stond Chrisje op de punt van de pier. Ja. Met storm, regen, hagel en alles. Ja. Handen omhoog. Daar is hij weer, daar is hij weer, daar is hij weer. Ja. Met zwarte koppie. Boven het water uit. Kijk nou wat lief. Oh, goedje. Dit heeft een betekenis, jongens. Ja. Dit moet gewoon weer zo zijn. Ze heeft mij wel een beetje ingesproken. Toen maanden we ook reden, Anneke. Ja. Oh, leuk. Fijn. Arno, die spreek ik ook niet meer. Anneke was een goed vriend, hè? Dat was kind zijn. Ja. Anneke denk als kind zijn. Oh, wat is het koud. Ja, de vorige keer werd mij gezegd, waarom heet niet beneden bij het strandje gedaan? Ja. Hoe moet ik sowieso al beneden komen? En ten tweede, het water komt naar dat strandje toe, dus het gaat niet weg. Ja, maar daar gaat het ook niet weg. Nee? Het gaat helemaal niet weg. Nee. Nou, wie weet krijgen we er wat moois voor. Het is mijn as hoor, of ze nou een asbak leegkieper of dit. En dit lijkt me schoner toe. Ik vind dit een rotstukje, hè? Ik vind het gewoon al een rotbocht. We hebben het gehommel weer. Lekker één. Dood één.
koud. Nou wel. Ja, ik heb het genoteerd. Dikke. Nou, knorretje, wat kunnen we voor je doen? Nou, ik moet eerst zien dat ik mijn stok krijg. Stok. En die is hier. Mijn hele stukje eraf. En ik moet weten, als jullie daar gaan staan, of ik jullie dan ook zie op mijn camera. En wat doen we met de bloemetjes? Dat komt zo wel. Oké. Gaan jullie even daar? Ja. Hey, je weet waar het was, hè, hier ook. Christy, jij weet het ook. Ik moet even zien of ik jullie zie. Ja, hier ook. Kom terug. Hallo. Waar Christy staat. Oh, wat is het koud. Ja, want dan zie ik jullie. Dan hoef ik ook niet met mijn mobiel. Dan hoef ik ook niet mijn mobiel te pakken. Ja. Adrie, wil jij de bloemen voor ons vasthouden? En de koker moet ook mee. Denk erom. Zal ik de bloemen doen? Nou, mag ja. Want denk erom, denk erom, dat gaat zo niet. Dan haal je het dikke eraf. Dat moet nog niet. Dat moet later pas. Hou jij je moedertje weg. Die zet ik weer goed op. Ik heb gekracht. Doet hij het nog of doet hij het niet? Ja. Weet ik niet. Maar in ieder geval, komt goed. Zeker te weten.
Oh ja, nou heb ik dat. Ik moet die dat ook nog doen. Nee, dat gaat niet. Waar is die dekgoed, Chrissy? Ja, die kan er weer op. Want hij is van boven nogal smerig. Kijk, hij is van boven nogal smerig. Onderaan maar weer terug, hè. Niet over de dijk terug, is mij te koud. Nee, je gaat nou van weer thuis, hè? Ja, dat deed hem net bij Jack toen al. Toch? Ja, wel. Ja, dan gewoon via de werf terug. Ja. 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 Ik denk dat het ook het kortste is. Gaan jullie er mee? Ik sta vast. Ja, nou dan ben ik ook wel van plan, maar ik moest toch draaien, want achteruit ging die niet. Ja, is het ook. Ah, jeetje mina. Hobbelde, hobbelde, hobbel. Wat gaan ze nou weer doen? Goed, dus met de zeehondjes. Oh. Dat stel jou voor, dat ik rechtstreeks naar het station ga, als je mij doet de weg krijgt. Dat lijkt mij wel, ja. Ja, maar dan kan je beter aan Chrissy het vragen, hoe dat moet, want zij weet dat veel beter uit te leggen dan ik. Oké. Okay. Chrissy! Ah, dan, mensen, neem foto's en dan... Chrissy, kan jij haar vertellen hoe ze lopen moet naar het station? Ja. Ja. Hij moet om 3 uur de trein eigenlijk hebben. Ja. Dan moet ze helemaal om de dingen heen. Ze kan beter met ons meelopen. Ja. Loop maar even een stukje met ons mee en dan probeer ik je dat zo uit te leggen. En je had misschien leren kennen, maar van het vrouwen. En toen was ik uit. En toen zei ze, niet erg als ik wat kunnen. Zere vingers, man. Oeh, dan heb ik alleen nog even met mijn mobiel aan het vloggen geweest. Ja. Nee, gelijk. Nou, ik heb aardig wat foto's gemaakt. Ik stuur ze hier allemaal toe, Carine. Moet je zelf maar kijken wat je wel of niet wil hebben. Is goed, schat. En ik heb alleen gefilmd op het moment dat jij het... gedicht, ja, is goed. En daarna heb ik ook wat foto's. Ja. Ai, 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 wat is koud. Oh, wat is dat nou? Nee. Goh, wat een rust hier. Rustiger dan de vorige week. Waar moeten we ook alweer oversteken om bij Cape Holland te komen? Want we konden van de week niet komen omdat ik aan deze kant bleef. Nee, je moet aan die kant. Ja, daarom. Oké. Okay. Gosje, Rikkie.
Nou, met dat we Jack gingen uitstrooien, hebben we hier koffie gedronken. Ah, ja. Maar toen hadden we een hele grote groep en toen had de pleegmoeder van Jack en Adrie, die heeft toen getrakteerd. Oké, ja. Oh. Ja, want hoe heet het? Hattie, die wou ook komen, maar die ligt zelf ziek. Die heeft de griep. Oh ja, heel veel mensen hebben de griep. Ja, en hoe heet ze nou? Gosje, dan ben ik de naam kwijt. De priester. Ah, Marieke. Marieke, ja. Ja, ja. Die kon niet, want die had ook iets anders te doen wat ze absoluut niet af kon zeggen. Ja. Dan had ze heel graag erbij willen wezen. Zij zal blij zijn om te weten dat die kiek dat die kan winnen. Ja. Ja, dat was ze zeker. Want ze zei ook al, oh, dan krijg ik het wel te horen van Christine. Ja. De tuinman was te duur. Nou, dan hopen we inderdaad dat jullie samen ook eens kunnen komen, jij met Marieke. Ja, en dan van de zomer. En dan als het kan dat jullie wat langer kunnen blijven. Dat er geen drijfveer erachter zit. Ja, want ik moet weer. Ja, dat wist ik. Hè, dat ik een vergadering daarna had. Maar ik ben wel blij dat ik dat ik goed kom en verder. Dat... Dit is om op de veerboot te komen naar Texelpoel. Oké, naar Texelpoel. Oké, dat is wel leuk. Ja. Nee, ik moet ook spullen doorsturen naar David, want die wil het ook wel weten. Maar die is zwaar mishandeld geweest. En daar had hij een trauma van overgehouden. Ja. David, de zoon van Jack. Ja, ja, precies. Maar die, dat is kort geleden? Of? Vorig jaar is hij mishandeld geweest en daar heeft hij een trauma van opgelopen. Ja. Nou is dat alweer aan het zakken allemaal, maar hij is nog steeds heel erg draaierig. Ja. En nou wou de huisarts hebben dat hij naar het ziekenhuis toe ging om daar testen af te leggen. Zo. Ze willen weten waar die draaierigheid vandaan komt. Jij zit als jij naar mij toe moet met je gedachten ergens anders. Nee, ik zat achter een vrachtwagen, denk ik. Ja, maar je zit ook ergens met je gedachten bij het ziekenhuis en bij Jack. Kan je nog opletten? Sorry. Ja, oké. Okay. Het verkeer moet altijd opletten. Ja. Daar zit er allemaal zo'n ergens anders. Ja, de hele week al. Ja, ik ook de hele week al. Ik heb de hele week al heel slecht geslapen. Dat is niet waar. Vannacht ben je goed geslapen. Vannacht wel, joh. Oh. Nadat Good Doctor afgelopen was. Ja, zoiets. Dr. Phil. Nee. Dit is een film, een hele mooie film. Dit gaat om een man. Dit gaat om een man die is sowieso autistisch. Ja. Het is een jonge man nog, een knulletje nog. Maar hij kan heel goed leren en hij heeft een speciale gave. Door zijn waterleidingen komt hij erachter hoe het bij een mens met de darmen, niet of spieren, weet ik veel wat het was. Spieren geloof ik. Tijdelijk ook eens een keer kijken. Ja, iets, dat komt iedere maandag, nee, maandag toch? Als vast nog wel een keer in de herhaling. Ja, maandagavond om 9:30. Gisteren was het toch maandag? Of ben ik dat vergeten? Gisteren was het maandag. Ja. Ja, nou, maandagavond om 9:30. Op RTL 4. Ja. Dat is een mooie tijd om wakker te worden. Dan zie je het licht worden. Dat is niet hoe je daarna toilet. Oh. En toen ben ik weer geslapen geworden. Dat kunnen we zien bij het museum. Dan gaan we langs. Dan gaan we langs. We gaan hier zo meteen overstreken. Dan snijden we een heel stuk af. Ja.
Ja, leuk. Kijk dan. Hé, hey, kijk eens jongens. Duikoefening. Kan dat? Nee. Even op de vlog. Dat is een tv-programma voor jongeren. Ja, maar even op de vlog. Leuk. Zo maak je dan al wat mee. Toevallig heb ik dit wel eens gezien. Ik vind kinderprogramma's nog steeds leuk. Zelfs een tv-televisie. Ja, ik ben hier gewoon duik onderhand. Ik moet een check in. Ja, dat vind ik vond Jack wel. Ja. Ik ben met Jack wel eens naar Scheveningen. Kom, zei hij. Goed, dan gaan we, laat ik jou even dingen zien, zei hij. Ja. Nee, in schepen. Ja. Mijn vertrouwde plekje met Pokémon jaren. Dat is echt niet boven. Ja, dat mag je ook komen. Dat is een museum. Maar ik kon wel even wat vangen. Even mijn ballen vangen. Wat ga je vangen? Mijn ballen gevangen hier. Oh, daar komt ze. Kijk, de helder staat ook bekend voor Marina. Ja. Ja. De helder ook bekend bij de mooie man. Ja, als hij officier is. Ja. Het is wat. Het is koud. Ja, ik heb hier gelijk. Jack, eventjes. Ja, toen kwamen ze erachter dat hij niet gezond was. Ja, en alleen ja, mijn roze broer. Die zegt... Oh, hey. Is dat ook? Ja. Zwagertje, heb je ook nog maar tegen Jack net gezegd of niet? Ik wel, in mezelf. Wat dan? Oh, tegen Jack? Ja, ja, tuurlijk. Ik heb gezegd, nou zijn jullie samen. Ja. Kijk, dat wil bij mij niet, met die rothandschoenen. Heb ik het ook hoor. Moet je dit soort handschoentjes? Heb ik. Zit hier ook. Zit hier ook aan. Nou, deze zijn beter. Oh, was je er al? Ja, toch? Hij weet de weg, hè? Oh, ja, toch. Als je nou nog niet weet. Een knorretje. Ze noemen me altijd knorretje. Waarom? Ik weet het niet, hè? Wij hadden een nonnetje. Dat was een hele leuke. Want je hebt leuke nonnen en geen leuke. Maar dit was een leuke. En die noemde mij altijd knorpot. En als ik jou zie, dan noem ik je knorretje. Vind je het erg? Nee hoor. Ah, anders moet ik het weer afleren. Het is een soort troetelnaam. Hè? Mooi hoedje. Ja, ja. Staat je goed? Dit is een zuiver wol. En die heb ik op de markt gekocht op zaterdag bij mijn vriendin. Ja. Ja, 15 euro. Zij weet altijd goed aan de kleding te komen. Staat je ook altijd goed? Ja, deze wordt 15 euro. Ja, leuk hoor. Want die andere moet eigenlijk gemaakt worden, die is cadeau. En ik weet even nog niet hoe ik het hebben moet. Ja. Ja, bij die nonnen achter in de tuin. Ken je dat nog? Weet je, ken je van wel?
Ja, die is naderhand in Leeuwarden gaan wonen. Ze had een vriend en die heette Onno. Ja, Onno ken ik. En zijn achternaam was Muis. Nou, was best een flinke vrouw. Ja. Kort haar. Ja. Blond. Ja. Ja, die kreeg... was een leuk mens. Ja. Oh, die is goed. En had ze die vent, die was zo lelijk als de pest. Hukkels. Was ze verliefd op. En toen kwam die bij ons in dat Leidsershuis. Ja. Kwam die eten. Ja. En wij, beschuit met Muis. Ja. Wil je nog een beschuit met Muisjes? Zijn achternaam was Muis. Ja. Nee, ik wil geen Muis. Ja. Oh god, we hebben zo gelachen. Ja. En Nel lekker eten koken als hij er was. Ja. Ja, genoot er mee, want Nel kon goed koken. Ja, gelukkig leuke tijden voor je zo even. Ja. Lekker de tent weggingen. Weet je, mijn tenen doen een auwee. Heb je verkeerde schoenen aan? Nee. Koud. Wat is er dan? Mijn tenen, ja. Wat een koud. Dat heb ik altijd. Mijn tenen en mijn handen. Ja. Nee, juist. Ik heb deze laars heb ik nieuw gekocht. Oh ja. Maar ja, dan komt een tissue werden. Dan moet je schoonmaken. Ik voel wat een warm handjes ik heb. Jij hebt ook koude handen. Zijn ze koud? Ja. Ze voelen warm. Nou, je hebt koude vingertopjes, ba! Sorry. Zo dan. Ja, maar jij zoekt mijn blote huid op. Kijk, mijn handschoen weer goed doen. Nee, en als de temperaturen beter worden, dan ga ik weer trainen. Met mijn hondje. En dan krijgt hij een tuigje om en dat gaat ook om zijn neus. Oh, ik kan geen trolletjes op. Nee, dat gaat erom als hij trekt, ja. Krijgt hij daar last van. Ja, niet dat het hem zeer gaat doen, maar dan corrigeer ik hem van, hey, hallo, ben je er ook nog, hè? Let je even op mij? Ja. Ja. Doe je even rustig. Dan trekt hij, dan draait hij zijn kop namelijk weer naar mij. Ja, ja. Dat wordt op dat tuigje gedaan. Ja, mooi. Heb je je neventje nog? Wat bedoel je? Een rode neus, hè? Een rode neus? Ja, nou ja. Komt door de kou, hè? Hopbol op de brug, op de brug, op de brug. En deze weg kan ook soms heel erg druk zijn. Soms heel erg druk, ja. Vanwege Texel, hè? Ja. Ja? Is goed? Ja, is goed? Ja, ik ga toch ook eerst een stukje links en dan weer rechts. Ja. Daarom. Kijk, en als je het water ziet, dan kun je er gewoon in spiegelen nou, hè? Christine, even afscheid, zo vast. Dank je. Oh, nee, nee, nee. Nee, ik blijf er niet in contact. Ja, zeker weten. Oké, okay. Ja. En wel thuis? Ja. Nou, heel mooi dus, dat je gekomen bent. Hartstikke mooi. Ik weet alles van. Ik weet alles. Ik rij. Oh.
Ja, ik zie een bekende. Ik weet niet of het nou zag je al. Nee. Tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Ja, toch leuk dat ze gekomen. Ja, hartstikke fijn. Hartstikke mooi. We houden contact, schat. Oké, doei doei. Doei doei, schat. Hé, hey, Corrie. Ja? Is er een leuke koffie gelegen met aankomen? Thuis? We zien je bijna. Je bent... ik wilde eigenlijk daar, maar anders zou zij de trein missen. Ja, nou. Maar ik moet naar de wc, joh. Oh ja, nee, ga dan. Ze is één straat verder. Weet ik. Thuis. Maar thuis ga ik ook wel zitten. Op het terras zitten. Ja? Ja, ik ook hoor. Oh. Doen we van de zomer wel. Best wel. Lieve schat, doen we van de zomer wel. Gaan we van de zomer een keertje lekker naar het terras. Nee, ik dacht, wat we toen met Jack ook gedaan ja. hadden. Maar ja, de goede mensen moesten trein halen. Ja, daarom. En ik vond het al fantastisch dat ze er was. Dat vind ik nou echt respect hebben. Ja. Om helemaal uit Breda hierheen te komen. Dan kijk je naar hem, hij ook, uit zijn gehucht. Het is zijn eigen moeder. Het is zijn eigen moedertje. Ja. Hè? Ja. Maar het is... was altijd een ridder in Lisse voor Breda. Ja, nou en toen waren we gelukkig weer thuis. Zoals we het zien en zoals we het beleven. Het en daar is mijn hondje. Daar is mijn hondje. Lampenkap. Hé? Ja, ja. Daar is mijn hondje. Hé? Kom maar, Reutje. Hé, hey, hallo, hallo. Ik ben aan het vloggen. Nou, geen. Oh, geen. Juist. Enkel van de mensen. Zo, we zijn weer thuis. Bij de warme kachel. Maar, lieve mensen, daar is jullie op de vlog. Ik hou er heel even mee op. Doei. Ja, goedenavond, lieve vrienden. Ik moet het even op een andere manier doen allemaal. Het is vandaag 20 februari, het is 21 uur 29, dus zeg maar bijna 9:30. Ik heb een lange, zware, vermoeiende dag achter de rug. Vandaag hebben we dus een gedeelte van het as van mijn dierbare schoonmoeder uitgestrooid bij de zee. Ook op dezelfde plekken dan mijn mannetje. Het is... best wel een lange vlog. Ik had haar moeder nog in elkaar gezet. Kom er vandaag niet meer aan toe. Dit komt er ook nog een keertje bij. En dan wil ik nog eventjes ook een begintekst maken en een eindtekst. En dat ook morgen wel, als ik een beetje bij ben gekomen. En dan denk ik dat die, het is vandaag dinsdag, nog donderdag of zo, online komt. Ja, dus jeuk aan mijn neus. Maar in ieder geval, ik ben nou weer alleen. Mijn zwager is alweer terug richting, ja, moest ook naar een maand toe of zo. Dus ik ben weer alleen, iedereen is weer weg. Het was weer een dag met een lach en een traan. Ja, moeilijk ook. Maar ik ben blij dat ik het voor mijn schoonmoeder mocht doen. Ik wilde er eentje uit, moet ik ook even doen. Kom maar, lieverd. Kom maar, kereltje. Dat, ja, het... ik weet het even niet. Ik ben leeg. Ja, ik ben kapot. En ook wel begrijpelijk. Dus ja, lieve vrienden, ik laat het er even bij. Heel veel lief van mij en mijn beesten. Doeg. Hallo mijn hondje. Jij bent lief.
Ja, een hele goede middag. Ja, de vlog is ten einde, vlog 111. Maar jullie waren erbij als mijn eregasten. Maar ik had ook een lieve vriendin bij. En dat zullen jullie ook wel gezien hebben. Die het foto's lopen te maken. En dat was mijn... Ja, ook een dierbare vriendin van mij, Chrissy Bruegmein. Ook van die foto's zal ik nog wat proberen te gaan maken. En ook, dat komt als vlog 112 online. Dat ik zou zeggen, vrienden, lieve vrienden, ik hoop dat jullie... met vreugde kan je er niet naar kijken. Met plezier ook niet. Ik weet ook niet hoe jullie er wel naar hebben gekeken. Maar in ieder geval, ik wens jullie wel fijn. Verder voor vandaag een hele fijne dag toe. Tot later.